Oké, goedenavond iedereen. Welkom in deze gezellige container. Ik ben Ruth, ik heb dit boek geschreven, soms ben ik een ontdekkingsreiziger. Het is een boek met allemaal korte verhalen. En het is geïllustreerd door Toon De Lamotte en Charlotte Pees, die hier vanavond niet konden bij zijn. Maar ze hebben een mooie beelden gemaakt die jullie daar te zien gaan krijgen ook. Ik ga een paar verhalen voorlezen. Ik ga tussendoor misschien ook een beetje vertellen over het boek. Maar ja, ik laat ons beginnen bij het begin. Het verhaaltje met de titel van het boek ook, Ontdekkingsreiziger. Daar hoort het beeld bij dat jullie zien. Soms wilde ik dat ik in een tijd was geboren waarin er nog landen te ontdekken waren, gebieden te veroveren. Ik kijk naar de wereldkaart en vraag me af of daar nergens een vergeten eiland is, waar iedereen al die tijd gewoon voorbij is gevaren. Laatst scheurde ik alle pagina's uit een oude atlas en knipte de landen en oceanen in stukken. Ik mengde de snippers en plakte ze daarna weer samen, al de nieuwe wereld. Het onontgonnen gebied was plots waanzinnig groot. Het tweede verhaaltje heet Bij het zeepaardje. 40 jaar geleden kocht ik op de dijk een grote rozenschelp. Ze lag toen in een rieten mandje te blinken, naast een valse zeester en een gedroogde zeeegel. In de schelp weerklonk het gonzen van de golven. We verwarden het met het zuizen van ons bloed. Soms, als mijn oude benen mijn wegspringende gedachten niet kunnen volgen, dan neem jij de schelp van de buffetkast. Je zet die aan mijn oor. Veel van vroeger is ruis voor mij geworden, maar ik weet nog steeds hoe de zee die zomer klonk. Ik zie nog heel precies voor me hoe we s'avonds naast elkaar op de badrand zaten om het zand tussen onze tenen weg te spoelen. De kastelen die in de branding verzakten, het zeepaardje op een hoge pijl naast de strandhoekjes. Daar zouden we afspreken als we elkaar ooit kwijtraakten. Vloeibare bergweides. Het was een bed bedoeld voor twee en nu sliep ik er alleen. Het was geleidelijk gegaan. We lagen steeds verder uit elkaar en toen helemaal niet meer in hetzelfde bed. Mijn vrouw was altijd erg nauwkeurig met het beddengoed. Iedere ochtend trok ze het onderlaken recht, klopte de kussens op en stopte de deken tussen de beddenrand en de matras. Het zou me niet verbaasd hebben om een chocolaatje in een gouden wikkel op het hoofdkussen aan te treffen of een badhanddoek in de vorm van een zwaan. Zodra ze er niet meer was, voelde het bed anders. 'S nachts kwam ik soms per ongeluk op het terrein terecht waar zij hoorden te liggen. De matras was er koud, de lakens waren stugger dan voorheen. Een half jaar nadat we uit elkaar gingen, kwam ik haar tegen in de supermarkt. Er zaten twee flessen wijn in haar karretje, een potje olijven en een zak chips. Ze verwachtte vast bezoek die avond of ze gaf een feestje waar ik niet voor was uitgenodigd. Ik kreeg medelijden met mezelf, met de kant-en-klare eenpersoonslasagne die ik had gekocht. Toen ze vroeg hoe het met me ging, zei ik dat de lakens raar deden. Ik weet niet waarom ik het vertelde. Ze knikte, wreef het kippenvel van haar armen. Het was koud op de koelafdeling. We gingen ieder onze eigen kant op. Bij de uitgang van de supermarkt stond ze me op te wachten. Ze gaf me een fles keukenazijn, zei dat ik de wasmachine moest ontkalken. 90 graden, daarna ruikt alles weer fris. Ze gaf me ook wasverzachter. Er stond een teddybeer op het etiket. Hij had een aardig gezicht. In het middelste vak, zei ze, tot het streepje vullen. Die nacht droomde ik niet over feestjes waarvoor ik niet was uitgenodigd of winkelafdelingen waar je elkaar langzaam maar zeker kwijtraakt. Ik sliep in bloemenvelden en stapelwolken, zonk weg tussen handdoekzwijnen en vloeibare bergweides.